Welkom op deze video. Kanker. Een hele hoop mensen hebben familieleden verloren door de ziekte kanker. En dat is niet nodig. Gia en ik zeggen wel eens tegen elkaar, hadden we dit maar eerder geweest. Dus ik snap heel goed dat mensen die deze video's nou bekijken, denken, waar heeft die vent het over? Ja, ik bedoel, kanker is kanker. En ja, ze zijn steeds verder in de ziekenhuizen met het oplossen van kanker, maar het is vaak maar tijdelijk. Hoe vaak hoor je wel niet dat iemand genezen is van kanker en na zoveel jaar weer kanker krijgt? Dat is echt niet nodig. Nou, ik kan een heel verhaal houden nu, maar dat ga ik niet doen. Ik zet hier een video onder van Colin T. Campbell. Die zegt dus dat je de groei van kankercellen aan kunt zetten door de inname van dierlijke proteïnen en uit kunt zetten door de dierlijke proteïnen niet te eten, zeg maar. Dan heb ik hier nog een video van Dr. Coldwell. Die heeft het weer over hennep. En hennep is echt, echt, ik al eerder gezegd in de reeks superfoods, super gezonde voeding. Echt, want er zitten stoffen in wat het lichaam echt nodig heeft. Om gezond te blijven. En dan nieuw benaard weer. Nou, ik ga dat er nou onder zetten. Dan kun je die drie video's even kijken. En dan ga ik in de toekomst, dan blijf ik gewoon video's hieronder zetten. Kun je deze video van mij blijven bekijken. En kijk dan even, van, wat zet ik er nog meer onder? Want ik heb namelijk video's, alleen ik weet niet meer precies waar ik die heb opgeslagen onder mijn favoriet. Maar dat gaat over mensen die dus genezen zijn van kanker. Die dus bij de dokter kwamen. En dat de dokter zei, ja, er is niks meer aan te doen. Je zit nou in stadium 4. Je moet nu naar huis gaan. En jezelf erop voorbereiden dat je nog maar 3 of 4 maanden te leven hebt. Een half jaar, misschien maximaal een jaar. En dan houdt het echt op, dan is het gebeurd. En die mensen zijn dus overgegaan op andere voeding. Echt. En die leven nog steeds. Nou, ik zeg verder niks meer. Kijk naar de video's hieronder. Daar gaat het om. Niet wat ik zeg. Kijk naar de video's hieronder. En doe er wat mee. Word geen slachtoffer. Doe er wat mee. Alsjeblieft. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot morgen.